In vandaag's video gaan we het hebben over de Gamebox, oftewel de Pandora Box 7S. Het is een van de vele varianten die je kan vinden op AliExpress. En het leek me leuk om in deze video een unboxing samen met jou te doen en te kijken wat gaan we nou eigenlijk krijgen. Het is overigens een 1 speler model en dit is even iets heel anders. Normaal zijn het altijd 2 speler varianten. Dus ja, laten we eens kijken wat er in de doos zit. Maar goed, laten we eens kijken naar de arcade stick zelf. Dit is een 1 speler zoals ik jou eerder heb gezegd. Maar er is nog wat anders. Het model is heel anders. En dat bedoel ik niet 1 speler, maar het model, de vormgeving is anders. Een heel andere variant van een kast. En ook hij heeft 8 knoppen. En dat is iets wat je ook niet veel ziet. Waar je eigenlijk met de Pandora Box weinig aan hebt. Dus alleen maar als je hem aansluit op je PlayStation 3 of Xbox 360. Als het om de knop en de joystick gaat, is het altijd de vraag, wat gaan we krijgen? Grappig genoeg vond ik deze joystick net iets anders aanvoelen dan de vorige versies. Hij voelt wat minder goedkoop aan. En dat is iets wat je bijna nooit tot zelden ziet bij deze arcade kasten of arcade joysticks. Aan de bovenkant vinden we nog wat extra knoppen zoals Coin, Pause en Start die we gaan gebruiken in de Pandora Box. De Select en de PlayStation en de D-pad / analog switcher gaan we niet gebruiken met de Pandora Box zelf, maar is meer als je hem aansluit op je PlayStation 3. Aan de achterkant bevinden zich 2 aan- en uitschakelaars. We hebben de input voor de adapter, HDMI uit, VGA uit. We hebben koptelefoonaansluiting uit, volumeregeling. Knopje voor settings en 2 USB's als jij hem aan wilt sluiten op de PlayStation 3 of Xbox 360. Je hebt echt een hele ouderwetse serial port aansluiting als je eventueel een 2e controller wilt aansluiten. Wil je toch met z'n 2 willen spelen. De onderkant heeft 4 voetjes en een klein gaatje, want hier kan je een schroefdraaier erin steken om je bal op de joystick eventueel te vervangen of terug vast te zetten, mag die losraken. Laten we hem samen eens openmaken en kijken wat we aan de binnenkant vinden. Deze moet overigens ook echt totaal anders worden opengemaakt dan al de andere modellen die ik wel eens heb gehad. Eenmaal alle schroeven te hebben losgemaakt of verwijderd, kunnen we hem gewoon heel eenvoudig openmaken, zoals op deze manier. Maar wees wel voorzichtig, want de kabels zitten heel strak bij elkaar verbonden. Nou, dit is het enige wat aan de binnenkant zit. We hebben de kabelboom. De kabelboom die gaat hier naar rechts naar de serial poort. Hij is verbonden met de EDA-aansluiting op het moederbord, want hier worden alle controls op aangesloten. We hebben aan de bovenzijde alle kabels zitten en voor de rest, we hebben een kleine speaker hier, 3 watt, overigens wel iets kleiner dan normaal. Normaal hebben we 5 watt speakertje en aan de voorzijde bevindt zich het moederbord. Het viel mij op dat er iets aan de hand was met de joystick. Hij voelde niet zoals al die andere goedkope varianten. En dat verklaart nu een hoop, want als ik kijk naar de joystick, dit is een totale andere variant. Vaak een variant die je ziet in de ouderwetse arcade kasten. Hij is verbonden met een klein verloopje, dus ik weet niet of je er ook een andere variant zoals een echte Sanwa joystick erin kan zetten. Of anders moet je gewoon de 4 microswitches die er los op zitten vervangen. Wat ik apart vind aan deze kast en wat je vrijwel nooit ziet is dat deze een hoek heeft. En wat ik echt heel fijn vind als je games gaat spelen. Want de andere varianten die ik als heb gereviewd hebben allemaal gewoon een vierkante kist waar je handen plat op moet leggen. En voor langere speeltijd merk je toch wel dat het heel erg vermoeiend kan zijn voor je polsen. Of beter gezegd voor je armen. Als je hem aanzet dan kregen we dit mooie logo. En tegelijkertijd een heel gaaf intro. Wat je vaker hebt gezien misschien. Want dat kan ook wel. Want deze wordt ook gebruikt in andere varianten. Zoals de Pandora Box Key 7 of Pandora Key 7 en heel veel andere varianten zoals Pandora 3D en Pandora 3 Treasures, je noem het maar op, hij wordt heel vaak gebruikt. Alleen ze passen hem aan, zoals hier. Oh, zo slecht. Als je hem opstart, dit is het menu wat je krijgt. We hebben 3D spellen, 2D spellen en de lijst van de laatst gespeelde games. Helaas, de lijst op zichzelf, het is gewoon één grote puinhoop. Je hebt geen zoekfunctie in dit, dus je moet gewoon bij de 2D lijst. Ligt eraan een beetje welke versie je hebt, maar hier kan je dus gewoon letterlijk uren doorheen lopen, zoeken, scrollen om de game te vinden die je graag wilt spelen. Tuurlijk, we hebben ook de lijst die het laatst heb gespeeld, dus op die manier kan je nog wel spellen snel terugvinden die je leuk vond. Maar het is niet echt heel optimaal als je het aan mij vraagt. Het is eigenlijk gewoon een pleurenzooi. Als je op de kleine knop op het moederbord drukt, is dit het menu wat je gaat krijgen. Hier kan je kleine dingen instellen, zoals je kan de Pandora Box instellen als een arcade stick voor te gebruiken op je spelcomputer. Hoe het werkt exact met het aansluiten op je PlayStation 4, het kan gewoon zijn dat het niet werkt. Op oudere spelcomputers kan het wat beter werken. Hier kan je controleren of alle knoppen juist zijn aangesloten of dat alles werkt. Heb je het idee dat het niet werkt, kan je dit altijd controleren. Je zou eventueel ook
de controllers via de USB-aansluiting op je Pandora-box aansluiten, zodat je met 3 mensen tegelijk kan spelen. Ja, dat is ook mogelijk. Helaas, wat ik wel jammer vind aan de setting menu, is dat je bijvoorbeeld, er zit een filter op, sommigen zullen het niet zien, maar er zit een soort filter op wat je niet uit kan zetten. En dat vind ik dan eigenlijk wel weer een beetje jammer. Scorpion! Let's see. We map the buttons. Block, block. Maar goed, dit is wat je gaat krijgen met de Gamebox, of de Pandora Box 7S. Het is weer een of andere clone van de Pandora Key 7. Het is één grote puinhoop als je het aan mij vraagt. Want er zijn zoveel varianten nu, het is gewoon eigenlijk niet meer bij te houden. Maar goed, ik ga je daar proberen mee te helpen door alle variaties zover allemaal te testen en te kijken wat we gaan krijgen. Ik mis heel veel opties, het beeldhouding kan je niet veranderen. De filter kan je niet uitzetten, dat vind ik overigens wel heel erg kwalijk, want dat kan je bij andere versies weer wel. Voor de rest een gigantisch aanbod voorspellen. Welke spel allemaal is afhankelijk waar je het koopt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Word lid van het kanaal. Druk op het belletje om up-to-date te blijven. En een berichtje te krijgen van YouTube wanneer ik een nieuwe video online zet. En het zou leuk zijn als ik je de volgende keer weer zie.